Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben bewolking boven Nederland. De aanvoer is westelijk en dat betekent dat er nog veel meer aankomt. Uit de bewolking valt af en toe ook wat motregen, hoewel de droge perioden wel wat groter worden. Vanochtend is het al snel een graad of 16. Het waait krachtig langs de kust en matig in het binnenland. De windrichting is over het algemeen westelijk. Vanmiddag een paar opklaringen in het noordwesten met een beetje zon. Temperatuur doet nauwelijks iets. Het wordt 16 of 17 graden. Er kan een enkele bui vallen en in het binnenland vrij veel wolkenvelden ook vanavond. Verandert heel weinig. 15 graden de temperatuur in de avond en het blijft ook doorwaaien. Morgen ziet het weer wat er wel iets anders uit. Niet dat het droog blijft, want er kunnen buien vallen. Maar de zon schijnt wel af en toe 15 tot 16 graden wordt het. En de wind neemt de fractie af, langs de kust waait het nog vrij krachtig met windkracht 5. En het blijft toch tamelijk wisselvallig. Woensdag valt het met de neerslag erg mee. Op veel plaatsen blijft het droog, maar wel aan de bewolkte kant. Donderdag is de buienkans weer veel groter, waait het ook harder. En ook vrijdag is het niet droog. Deze dagen wel weer wat meer zon tussendoor. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.